Hier, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 29. En dat is van maandag 15 juli tot en met zondag 21 juli. Van de kaarten schud om te kijken wat week 29 voor de stier gaat brengen. Dan lijkt het stier alsof je misschien had gehoopt dat er misschien wel een nieuwe liefde zou komen. Of een nieuwe impuls in het liefdeleven zou komen. Maar dat lijkt even op een rustig paadje te zijn. Het is zelfs een stukje dat je misschien wel zou willen dat de dingen anders zijn. Het kan zijn dat je denkt, oh, het gras is ergens anders groener. En dat kan met een heleboel dingen te maken hebben, maar vooral met een stukje passie voor mijn gevoel. Probeer daar ook voor jezelf naar te kijken, lieve stier. Wat heb jij nodig en wat kan jij eraan doen om het te veranderen? Want ik heb het idee dat er op zich niet echt iets vervelends gebeurt, maar dat je vooral toe bent aan verandering en zelf eigenlijk heel graag bepaalde zaken wil aanpakken, maar niet meteen in de actie komt. Ga dus voor jezelf kijken, wat kan ik op dit moment doen om te krijgen wat ik wil? Of in ieder geval om ervoor zorgen dat ik uitspreek wat ik graag wil. En ik denk dat dat deze week voor jou een stukje is waarmee je aan de slag gaat en je zult zien, als je het wat aandacht gaat geven, dat je in ieder geval heel goed voor jezelf helder gaat krijgen wat jij graag in het leven wilt en hoe je dat moet gaan krijgen. Dus alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.